We gaan nu naar de WordPress installatie. Wat ik ga installeren zijn twee dingen. Ik begin met rename wp login.php. Ik vind hem hier aan en je herkent hem aan het sleuteltje. Ik klik op nu installeren. Wat ik met deze plugin ga doen is de login URL van WordPress veranderen naar iets anders dan /wp-login.php. Waarom doe ik dat? Omdat hackers van over de hele wereld die URL kennen en dus proberen in te loggen op mijn website. Dat kost de server moeite en daardoor loopt de website langzamer. Als je het alleen al verandert naar /inloggen, zullen een hele hoop hackers dit niet meer kunnen herkennen. Je kan het ook aanpassen naar buitenactiviteit, login of iets in die zin. Je mag het zelf zo gek maken als je wil. Of wp staf. De volgende stap, nu we dit hebben uitgevoerd, is het installeren van wp supercache. Er zijn ook betaalde alternatieven zoals wp rocket, die ik van harte aanbeveel. Maar buiten dat om is wp supercache een gratis alternatief dat uitstekend werkt. Bij instellingen wp supercache zet je caching aan. Bij instellingen wp supercache, ik update nu de status. Bij advanced ga ik alle recommend best practice inschakelen. Dat wil zeggen, schakel cache niet in voor bekende gebruikers zoals ik. Want ik wil altijd de laatste versie van mijn website kunnen zien. Maar bezoekers die kunnen best wel even met een iets oudere versie werken. Ik wil ze ook verkleinen, comprimeren, compressen. En ik wil ook dat deze wordt ingeschakeld. En deze, de homepagina, dat die wat vaak gecontroleerd wordt. En dat karakters, zoals puntjes op de E en dergelijke, die minder vaak voorkomen in ons alfabet, worden uitgeschakeld. Als je blokje door er raar uit gaat zien, vooral als je bijvoorbeeld nog in een andere taal schrijft, dan zou ik deze optie niet inschakelen. En als je dat hebt aangepast, klik je op Update Status. En dan worden de wijzigingen doorgevoerd. We gaan nu naar Contents. We kunnen hier zien hoeveel pagina's er nu in het cache staan. Nog niks dus. Dat komt omdat wp supercache de website nog niet preload. Dat wil zeggen, iedere keer dat de pagina wordt geladen, wordt de eerste keer dat die geladen wordt, opgeslagen in het geheugen. Daar wordt een soort kopie van gemaakt. Een verkleinde kopie. Dat ontlast de server en daardoor laat de website sneller. Dat is hoe caching werkt. Alleen, wie laat die website de eerste keer? Ja, dat is een goede vraag. Dat kun je instellen dat wp supercache de website als eerste laat. Bijvoorbeeld iedere dag om 12 uur. Of bijvoorbeeld iedere 5 uur. Of 10 uur zelfs. Ik kan zeggen dat preload mode wordt geactiveerd, wat dus wordt aangeraden. En dat alles, dus ook tags, categorieën en andere berichttypes, worden gepreload. Ik klik nu op Save Settings. Ik heb dit nu ingeschakeld. Ik klik nu op Preload Cache Now. Dat wil zeggen dat wp supercache nu mijn hele website belangs gaat en van alle pagina's een eerste kopie gaat opslaan in het geheugen. Het gevolg is dat mijn website nu nog sneller moet laden. En om dat te testen ga ik een nieuw privévenster openen en mijn website daarin openen. En verrekt, hij loopt een stuk sneller. Kortom, dit waren de best practices.